in deze nieuwe video van Bolster. Vandaag gaan we naar Gent. En mijn kleine vriend gaat ook mee, dus het is een heel opgave. Dus dat gaat even wat zijn, maar ik ga proberen om zoveel mogelijk te filmen. We zitten nu richting de Gent, de trein. En het is hier echt wel leuk, is het hier ook. Ik ga dat even laten zien. Even dan. Op zijn stoeltje. Hier de trein. Dus wel leuk, hè. Het is de eerste keer dat ik op de trein zit met zo'n stoeltje, want mensen zitten met dat buie. En ik dacht, nu ga ik het toch eens voelen hoe dat is, hè. Je moet dat leren namelijk, hè. Dat is wel gezellig eigenlijk. Het is wel warm buiten. We zijn aangekomen in UZ Gent. Het was even wat gedoe, want uiteindelijk vind ik wel persoonlijk dat bij, als je van de trein en zo moet, dat is even een probleem. Maar mensen hebben wel massaal geholpen, maar we hebben wel gemerkt dat er toch wel wat problemen zijn. Gewoon puur alleen al voor naar beneden te geraken zo, want er waren niet op alle plaatsen een lift, dus het was wel even moeilijk. Maar we zijn er geraakt, mijn vallen opstaan, dus ik ben er wel blij mee eigenlijk dat we toch geraakt zijn, maar ik zeg, het was echt heel moeilijk. En niet gemakkelijk. Dus, maar nu zijn we echt aan het wachten, want we zijn nog veel te vroeg. Dus en ja, als we te vroeg zijn, zijn we te vroeg natuurlijk. En dan kunnen we wat beter eventjes wachten. We zitten nu zo aan de ingang zo. We zijn een beetje aan het schudderen, naschudderen. Alsof het allemaal echt schudderen, schudderen, schudderen. Dus het was wel eventjes wat. We zijn nu op de transgenderopdeling. Wat er naar toe vandaag. Het is overal druk, 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 druk. Ja. En dit is het uitzicht, wat we eigenlijk zien. Kijk eens, het uitzicht. Prachtig, hè. Dit is nog het uitzicht, zie je? Hoe ver we kunnen kijken. Prachtig, hè. We zijn in de wachtruimte en dan gaan we straks naar binnen met de Enzo erbij. Het is eerst wel flink. Hij heeft nog geen kick gegeven op de auto, dus daar ben ik wel blij mee. Dit is echt de wachtruimte. Dus we zijn daar naar binnen gegaan, we hebben echt heel veel verteld eigenlijk, dat was wel leuk eigenlijk. We hebben het over hoe dat operatie had eigenlijk. En we hebben het voetbalstadion gezien ook nog, toevallig. Dus het voetbalstadion staat er niet zo heel, maar je kunt dat niet zien en dat is wel jammer dat ik het hier niet kan laten zien hier. Maar we hebben het voetbalstadion gezien en hier zijn de liften. Kijk, hier zijn de liften. Zie je, hier moeten we de lift pakken. En zo is er nog steeds bij. Oké, we moeten naar 0, dus dan moet je dit eigenlijk aanduiden. Voilà. En dan komt erop A-lift. En die moeten we hebben. Dus we wachten nu op de lift. Het spoor van de reizigers naar Antwerpen Zuid, Antwerpen België en Antwerpen Centraal. Kunnen ook gebeuren naar de handige C-trein naar Antwerpen Centraal. Wat de licht komt, wat de licht komt. Ik ben echt blij dat ik terug ben. En kapot. Het was wel leuk om dat allemaal te doen. Ik ben ook wel blij om dat samen en zo te doen. Maar het was toch wel een opgave waarom. Ten eerste al, ik merk dat sommige stations nog niet klaar zijn voor zo'n dingen eigenlijk. We zijn nu 2021 en je moet nog altijd via de trap gaan met buggy. Dus ja, het zijn altijd zware dingen, toepak, dus niet normaal. Dus daar ben ik al blij mee eigenlijk, dat het allemaal wel goed verlopen is eigenlijk, Gent, dat vlak. Maar ik zeg het, buggies, nou hè, daar weet ik er niet zeer van. Mensen helpen ook elkaar tegenwoordig niet meer. Maar wat wel positief was eigenlijk aan heel het verhaal, was eigenlijk dat ik blij ben. Vooral omdat ik binnenkort meer ga weten komen over een borstoperatie. Wat ik zeer graag wil. Dus dat vind ik al positief eigenlijk. Hmm.
Dus dus daar ben ik al blij mee eigenlijk op dat vlak. Dus ook wel trots eigenlijk dat het kan. Dus ik ben wel blij eigenlijk dat het eindelijk eens goed nieuws kan zijn in het leven. Dus dan kun je ook bespreken wanneer dat ik dat wil. Wanneer dat ik dat. En dat vind ik al goed eigenlijk. Dus dan is het eindelijk, dat is eigenlijk wat er besproken is. Mijn oog zit wel een beetje dik dat je kunt zien. Maar voor de rest valt het wel mee eigenlijk. Dus dat is eigenlijk wat we gedaan hebben vandaag. Ik ben wel blij. Dus voor de rest is er niet echt heel veel ding gebeurd. Dus dus ik heb vooral veel moeten heffen en doen. Het is ernaast. Dus en voor de rest, ja, was wel mijn dagje vandaag. Moet ik eerlijk zijn. Dus ik ga. Dus vanaf ik dat weet wanneer die borstoperatie is, weten jullie dat ook. Daar ben ik wel heel blij mee. En ze is ook heel braaf geweest, dus dat vond ik ook heel leuk. We hebben ook allemaal de beelden een beetje kunnen zien. Ik zeg het, we hebben niet heel veel kunnen filmen, maar ik heb mijn best gedaan om te filmen. En dus dat vind ik al belangrijk om al. Dus ja, we hebben er wel van genoten eigenlijk. Dus dan moet ik nog meer eens doen met Enzo, maar dan wel op plaats waar dat wel gaat, want ik zeg het echt. Dat is eigenlijk nog de grote ergernis van heel het verhaal. Voor de rest, hij was ook braaf bij de psycholoog, hij heeft ook goed geluisterd. We hebben ook papier meegekregen en hij ook, moet eens doorgeven. Dus we kunnen het allemaal wel eens bekijken. Voor zo infosessies en zo te volgen. Dus dus en dat vind ik ook cool eigenlijk. Morgen naar de kapper, dus dat gaat ook al wat zijn. Ik weet dat ook wat er gebeurd was op YouTube en zo, en ik denk al op TikTok was gebeurd eigenlijk. Want als je daar echt over nadenkt, zijn nog heel veel taboes eigenlijk. En dat mensen nog altijd kennen, homo en dit en dat. Ik ga er niet terug over beginnen, maar ja. Ik vind het nog altijd erg dat er nog steeds wordt over geschonden wordt eigenlijk. En dus dat vind ik altijd weg. Dus dus ja, voor de rest heb ik niet zo heel veel gedaan en ze heeft ook nog wat video's gemaakt. Dus als het nuffel is een beetje heng aan het worden, dat is normaal. Allee, ik ga jullie, ik hoop dat jullie het een leuke video, zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren en tot